de zaak komt. Zij zit voor N-VA in de commissie Justitie en woont ook in Aalst, waar de bende in 85 het meeste slachtoffers heeft gemaakt. Er is ook hoog bezoek uit Zuid-Afrika hiernaast. Mandla Langa had de eer om de autobiografie van Nelson Mandela af te werken over de moeilijke jaren na zijn vrijlating. Dit is hem. Wat betekent Mandela vandaag nog voor de Zuid-Afrikanen? Dat is natuurlijk iets waar Tom Lanois als halve Zuid-Afrikaan ook kan over meepraten. Maar hij komt ook spreken over zijn theatervoorstelling Ten Oorlog. Die gaat morgen in première. 20 jaar na de originele uitvoering. Tom, dat was een gigantisch succes. Topacteurs allemaal. Hoe lang was het? 12 uur? 12 uur, ja. Van 11 tot 11. Ja, en nu ga je het solo doen en je gaat dat ook... Ik beloof dat ik het niet zal doen. De neiging bekruipt mij. Als ik het allemaal voorlees, is het 36 uur. Maar ik heb een lezing gemaakt die voordracht is, die alles mengt. En die niet die voorstelling probeert opnieuw tot leven te wekken, maar wel het verhaal van de taal binnen die 6 stukken. De taal van Shakespeare ook. Straks meer erover. Welkom iedereen bij de afspraak. Maar eerst de bende dus, mevrouw Smeijers. Ik zei het, u woont in Aalst. Hoe is het daar deze dag? Hoe beleven de mensen dat allemaal, wat er nu gebeurt? Het is niet de eerste keer dat er een nieuw element in het dossier naar boven komt. Maar je merkt wel iedere keer als er zich iets nieuw aandient. Een nieuwe getuigenis, een nieuwe zoektocht. Hè, onlangs in Adinkerke naar een wapen. Dat toch begint te leven. Er is ook ieder jaar een herdenking ter nagedachtenis van de slachtoffers. Maar nu voel je toch dat het nog meer leeft. Hè. Je voelt toch ergens dat men hoopt dat het eindelijk een doorstart neemt, dit dossier. Dat er eindelijk klaarheid komt. Die Delijze, die is daar nog altijd. U gaat daar misschien ook nog winkelen met de kinderen. Ja, die Delijze is er nog op de Parklaan. Die is in een nieuw kleedje gestoken. Al 2 keer sindsdien. Maar ja, het leven gaat helaas voort. Voor die nabestaanden ook. Ik weet niet of zij überhaupt nog een stap in die Delijze zetten. Ik kan me voorstellen dat het zeer moeilijk is. Maar ja, de Aalstenaars winkelen daar. En u ook? Ja, ik ga daar ook. Ja, en dan krijgt u vragen van uw kinderen waarschijnlijk. Wel, ik merkte toch wel dat mijn kinderen zijn 7 en 9... dat ze dat ook al kennen, de bende van Nijvel. Dat ze zich daar al vragen bij stellen. Ze horen dan Aalst, ze stellen zich daar vragen over. Dus dat leeft in Aalst. Gelukkig blijft dat leven. En hoopt iedereen in Aalst, maar ook in Vlaanderen en heel België, dat de waarheid ooit aan het licht komt, natuurlijk. Het heeft, meester Vermassen en zijn cliënt hebben alleszins iets in gang gezet. Ik wil eerst nog even terug, Guy, ook voor jou naar de commissie Justitie vandaag en de toch wel straffe woorden van de minister van Justitie, van Koen Geens. Zoals gezegd, toen ik minister werd, kwam ik vrij snel in contact met het dossier. Het werd me duidelijk dat een aantal onderzoeksstrategieën geen bevredigend resultaat hadden opgeleverd, dat er pogingen waren gedaan om het onderzoek te manipuleren, terwijl de slachtoffers en hun nabestaanden me lieten verstaan dat ze onvoldoende gehoor hadden gekregen in het verleden. Het is een opeenvolging van gebeurtenissen die van een dermate onmenselijk gehalte zijn dat het wel leek alsof de staat zelf werd aangevallen. Onmenselijk gehalte manipuleren, de staat die wordt aangevallen, dat zijn wel straffe woorden van de minister van Justitie. Maar dat woord manipulatie, wat hij wel degelijk gebruikt... Er werd hem achteraf gevraagd, waar slaat dat op? Wat laat u toe om dat te zeggen? Het gaat dus om een incident waarbij wapens, een plastic zak met wapens, is opgevist in de buurt van Ronquière, waarvan gezegd werd dat die daar al jaren lag, maar die bleek daar nog maar een jaar te liggen en men zou dat gemanipuleerd hebben. Nu, ik had de indruk toen de journalisten doorvroegen dat meneer Geens een beetje geschrokken was van zijn eigen woorden. Want hij zegt dan letterlijk, u moet niet te veel gewicht geven aan mijn woorden. En hij minimaliseert dat dan. Omdat het woord manipulatie, het is eerder al gevallen in dat onderzoek, dat er van alles gemanipuleerd zou geweest zijn. En nu gebruikt de minister dat. Ja, dat krijgt ineens een envergure waar hij zelf van geschrokken is, had ik de indruk. Hoe is daar in de commissie op gereageerd, mevrouw Smeijers? Want het is wel een feit, hij weet dat dus ook al 3 jaar. Ik neem aan, hij hoeft daar niet over te communiceren. Maar als Vermassen daar nu niet een beetje druk op de ketel zet, dan zou de minister van Justitie dat niet naar buiten gebracht hebben. Het zijn toch allemaal een beetje vreemde dingen. Ja, het is een beetje dubbel, hè, want de minister heeft ook gezegd dat men zeker niet moet schieten op mensen die nu de waarheid op andere manieren aan het licht moeten brengen. Dus eigenlijk zegt hij een beetje, het is goed dat het
naar boven komt. Het is goed dat ik dat iemand de kans via de media krijg, een beetje druk gezet heeft. Maar het is wel het parlement die hem heeft moeten uitnodigen om dat nu te duiden. En minister Geens is altijd heel, heel voorzichtig in zijn woorden. Dus ik vond dat ook wel kras dat hij zijn uiteenzetting begon met te zeggen, er is duidelijk gemanipuleerd. Een poging voor tot manipulatie. Ja, of een poging. Ja, inderdaad. Ja. Maar ik vind dat krasse woorden voor een minister van Justitie. En op zich vind ik het goed dat hij dat maar u moet zeggen. Niet te veel gewicht geven aan zijn woorden. Blijkbaar. Ja, maar om ik ga niet zeggen de minister tegen te spreken, maar om toch maar te zeggen dat we voorzichtig moeten zijn. Eddy Vos, commissaris Eddy Vos, heeft gedurende 16 jaar het onderzoek geleid. Die zegt in een interview met KNAK van, ik denk 2010 of 2012, enfin, een tijdje geleden, ik heb het opgeschreven, ik heb nooit obstructie ondervonden of elementen gezien die erop wijzen dat bepaalde hypotheses niet mochten worden onderzocht. Met andere woorden, hij zegt, ik heb nooit enige manipulatie, maar dan de grote manipulatie, want dat werd gezegd, hè, dat rijkswachters elkaar beschermden enzovoort. Dat kan in de eerste fase wel gebeurd zijn, de eerste fase van het onderzoek, want ik denk dat Vos in 96 ten tonele verschenen is, dus er was al een heel pak onderzoek daarvoor gebeurd. Maar hij zegt, en hij voegt er zelfs aan toe, als er zou gemanipuleerd zijn, dan heb ik meegespeeld, want ik wist alles wat er gebeurde. Maar ik vraag me wel af, wie moeten we nog geloven? Want het komt van alle kanten. Iedereen spreekt elkaar zo'n beetje tegen. Tom, je hebt de boeken hier liggen van de Bijbel. Ja, nee. Je hebt dat destijds ook heel erg gevolgd. Ik woonde in Gent. Ik ben toen beginnen schrijven, columns. Ik heb mijn eerste columnboek dus op nageslagen. Ik heb toen eens opgelijst welke aanslagen er allemaal in de jaren 80 gebeurd zijn. Ook in Antwerpen bovendien, dan staat er niet eens bij dan. Maar dus, dat zijn tal en niet opgehelderde aanslagen. En je kan het volgens mij, dat hele tijdsgevricht, toch echt niet loszien van het einde van de Koude Oorlog. Mensen zoals, hulde moeten we brengen aan Hugo Gijsels, al overleden, Walter de Bok, eigenlijk Hugo Koveliers. Politiek sta ik niet op die mensen lijn meer, maar die heeft wel heel veel werk geleverd. En die mensen zijn weggelachen toen. Die mensen zijn weggelachen. Ook internationaal was dat zo. Ja, dat was weggelachen, want er werd ook gesproken over left-behind groepen. Dus het waren dan groepen die zouden met wapenarsenalen die verborgen waren, de Sovjetlegers moeten tegenhouden, Gladio. Hè. Dat werd weggelachen. Intussen is het, na de Koude Oorlog, is dat waar gebleken. Ze hebben zelfs wapenarsenalen gevonden van het Oostblok die in de buurt van Brussel waren verborgen. Maar de link met de bende is nooit gelegd, hè, Tom? De link is nooit onmiddellijk gelegd en je kunt dus niet zeggen dat het rechtstreeks gevolgd van is. Maar als je denkt ook aan de aanslagen van niet alleen de CCC, het communistische Cellule Communiste Combattante, ook aanslagen van de FRAP, je zit eigenlijk met textbook destabilisering. En alles bij elkaar, dus mogelijkheid om te zorgen dat terwijl die grote rakettenbetogingen bezig zijn. Voor mij is het altijd verbonden geweest dat je allerlei mensen, en je weet dan niet hoe hoog is het echelon, maar dat er echt mogelijk een beïnvloeding was. Maar een concrete aanwijzing heb je daar. Ik wil Eddy Schmidt nog eens citeren. Hij zegt, wij hebben ook lang op die piste gezeten en inderdaad de rakettenbetogingen en het volk bang maken voor het rode gevaar enzovoort enzovoort. En op deze manier dan het terrein rijp maken voor een sterke staat. Hij zegt, wij hebben dat ook lang gedacht. Ja. Maar Eddy Vos. Er zijn, de onderzoek, Vos, die het lang onderzoek. Dus er zijn twee golven geweest. Mm-hmm. En de eerste golf, die kan je linken daaraan. Maar dan is de bende gedurende 2-3 jaar van de kaart verdwenen. Ja. En ondertussen waren de raketten geïnstalleerd en was er hier van protesten helemaal geen sprake meer. En toch is die tweede golf. We zitten wel nog in de laatste stuiptrekkingen van wat dan die Koude Oorlog kan zijn. En dus, je zult het nooit kunnen bewijzen, maar je weet ook wel dat tegelijkertijd, ofwel zit je te kijken naar een lugubere aflevering van Fargo, waarbij opeens mensen zonder al te veel doel andere mensen neerschieten. Voor alles bij elkaar een kleine buit. Ze hebben de vuurkracht, de precisie, de organisatie, alles de grote wapen. Toch een dik €500.000, hoor. Over, als je alles optelt, dat is toch geen zakgeld, hè? Nee, maar met die precisie kan je wel wapen, kan je wel geldtransporten gaan overvallen. De overvallen op die wapens, die kogelvrije vesten, die mevrouw die haar verhaal weer vandaag doet, dat zijn toch geen normale overvallen. Mevrouw Smeijers, wat denkt u? Als we het simpel houden, heeft politiek er toen voor iets tussen gezeten, denkt u? Heeft u onderzoek invloed? Want er zijn ook onderzoeksrechters die zeggen van kijk, het is gemanipuleerd geworden, het onderzoek. Wat denkt u zelf?
Je zei het daarnet ook al, hè, om den duur wantrouw je alles en iedereen die ook maar iets met dat dossier te maken heeft. Maar ja, dat justitie daar toch wel steken heeft laten vallen, dat spreekt voor zich. En dan bij uitbreiding vraag je je toch af, hoe kan dat nu dat zo'n justitieel apparaat daar niet in slaagt om zoiets op te helderen? Dat doet toch vragen reizen van, men wil het niet. En dan zegt u, dan kom je automatisch bij de politiek terecht. Misschien wel. Ik durf er geen concrete uitspraken over te doen. Daarvoor is dan die onderzoeksrechter daar. Maar het doet toch vermoeden dat er mensen elkaar aan het beschermen zijn. Mensen voor elkaar zwijgen. Ik weet ook wel, dan komt men al heel snel tot grote complottheorieën. En ik ben er altijd heel sceptisch. Ik wil die ook niet maken. Ja. Neem bijvoorbeeld de moord op Kennedy. Is die opgelost? Weet men wat daarachter zat? Weet men wie Lee Harvey Oswald was? Enfin, een van de dagen worden de documenten vrijgegeven. Dat is één geval. Hier heb je er in totaal 14 of 15. Want wij herinneren ons alleen de aanvallen op de Delijzes en de Kolruiten. Ja. Bij de Kolruit is er een aanval geweest met 2 doden. En de buit was een aantal sloffen sigaretten en blikjes frituurolie. Maar ja, er zijn natuurlijk wel een paar zaken. Zoals vandaag heeft de minister gezegd, er is van die rijkswachter die intussen overleden is, daar is een speekseltest van afgenomen. En daar is jaren later ook nog een DNA-staal van afgenomen. En het heeft ook nog eens, ik denk dat het 17 jaar later pas, dat die twee gematcht zijn. Dat men dat niet direct gedaan heeft. Dan kan je toch niet anders dan vaststellen dat daar fouten zijn gebeurd. Is dat bewust? Is dat onbewust? Ik weet dat ook niet. Ik was amper 5 niet, dat het gebeurt. Dus men heeft geen enkel materieel bewijs dat de reus is. Hè? Nee, goed, behalve wat is dan dat, nu wat is die dat waar DNA-materiaal van de jaren 80 hier? Dan kan je even goed vragen bestellen. Wel, de minister zei zelf, ik vond dat ook een heel krasse uitspraak. Dat was in een periode waarin er op een minder ethische manier omgesprongen werd met procesvoering, met onderzoek voeren. Ja. Onderzoek voeren. Maar bijvoorbeeld het feit dat de cliënt van Vermassen daar vorig jaar mee naar het gerecht getrokken is. En dat pas nu het in de media komt, dat er wordt gezocht of rondvraag gedaan in cafés. Dat schijnt niet te kloppen. Dat schijnt niet te kloppen. Wat klopt daar niet van? Wel, dat men inderdaad toen wel degelijk daarop is doorgegaan. En dat men dan, nog nagekeken... We gaan hier het onderzoek niet maar je moet je dat onderzoek ook voorstellen. 3 miljoen processen verbaal. Op de duur in zo'n onderzoek organiseer je eigen ondergang. Bijvoorbeeld, men heeft de fameuze robotfoto's die nu gematcht worden met de man die bekentenis zou hebben afgelegd. Er zijn 130 aanwijzingen geweest. Men heeft die alle 130 onderzocht. Ook die van de fameuze Christian B. Hè? Begin maar eens. En op de duur... Je creëert je eigen hooiberg en daar moet je de speld aan in gaan zoeken. Maar dus er moet een duidelijk signaal komen nu. Hè. Dus die onderzoekscel die daar nu op zit, is effectief veel te klein. Er gaan stemmen op. Breng dat naar het federaal parket. Trouwens, dat was een van de aanbevelingen uit de onderzoekscommissie, die destijds door Tony van Parijs werd voorgezeten, later minister van Justitie. Een van die aanbevelingen was, organiseer een federaal parket net om zo'n grensoverschrijdende dossiers te onderzoeken. Dat federaal parket is er gekomen, maar dat bendedossier is dan niet onder de bevoegdheid van het federaal parket. Dat zou nu een optie kunnen zijn, daar wil ik het straks nog even over hebben. Tom, denk jij dat de politiek zich effectief bewust gemoeid heeft? Dat valt uiteindelijk. Er zijn twee manieren om de waarheid te verbergen. Ofwel begraaf je ze, ofwel overdek je ze met heel veel bijkomende informatie, zodanig dat je zelf die hooiberg hebt. En dat hoeft niet per se zelfs. Het kan best zijn dat het ook een ander mechanisme is, dat mensen die in de beveiliging zitten, die in de politionele krachten zitten, eigenlijk ook de neiging hebben om elkaar te beschermen. No matter what. No matter what. En eigenlijk, dat geldt voor, vind ik, andere dossiers in Antwerpen. Het is een kleine zaak in vergelijking hiermee. Maar je ziet ook dat de bende van Megatobi en Sproetje, een bende van politiemensen die sans-papiers hebben overvallen, bijgeslagen, foto's getrokken en verspreid, dat wordt intern onderzocht en niet in alle openheid. Je krijgt heel snel, en dan begint de hooiberg te ontstaan. Je krijgt zonder de videobeelden van de botinicus, hadden wij nooit de botinicus op die manier tot eindelijk... Dat is nog iets anders dan politiek. Ja, maar dus je krijgt... Dat is denk ik ook in het begin van het onderzoek.
onderzoek gebeurd, toen er aanwijzingen waren met Bouge, Beyer enzovoort enzovoort, dat dat wees in de richting van de BOB. Ja, wie had het onderzoek in handen? De BOB. Ja. En dan spelen waarschijnlijk... Dat is, en dat is denk ik wat de minister bedoelde, dat er andere ethische normen, of ik weet niet precies hoe hij het geformuleerd heeft, waren in die tijd. Ik weet niet of ze nu anders zijn. Hoor. Nee, maar je moet wel... één ding opletten. Als je zegt de politiek. Hè, ja. Er was een, misschien een politiek project van een extreemrechtse kern. Maar of de klassieke politiek, en ik neem uw partij daarbij, mevrouw, misschien hebt u dat niet graag, zich nee, daarin zou gemoeid heb hebben, daar heb ik eigenlijk geen enkele aan. Misschien kunnen we het, en dan wil ik even terug naar Hugo Koveliers. We hebben hem hier gisteren al aan het woord geladen, 10 jaar geleden in de zaken, want dan gaat het concreet over één man. Sommigen hebben mij ook gezegd, ja, voordat ik sterf. En belangrijke personen, voordat ik sterf, ga ik u nog wel eens iets vertellen. Ah ja, wie bijvoorbeeld? Maar ze zei, wel, ik heb ooit op een tennistoernooi in Oostende meneer Van den Boeijnans ontmoet. En die was toen zeer vriendelijk. Ja. En die zei, wij zouden toch nog eens moeten praten. Maar spijtig genoeg is er nooit meer van gekomen. Ik weet niet wat hij mij zou vertellen. Hè? Dan gaat het gericht naar... Ik zie opnieuw nee knikken, maar ja, langs de andere kant. Het gaat over... Waar hebben we het nu over? Ik zou u eens iets kunnen vertellen. En Koveliers zegt, ik weet niet wat hij mij zou vertellen. Maar Van den Boeijnans is weer gevallen. En we zijn weer vertrokken. Maar er zijn zoveel sprookjes verteld. Wat denkt u daarvan, mevrouw Smeijers? Omdat er niet één grootschalig complot bestaat, dat er niet allerlei mechanismen, niet eens bedoeld, maar van bescherming, zelfbescherming, angst, niet aan die hete appel, aardappel nog willen komen en hem willen doorgeven. Al die zaken samen kunnen op den duur wel... Nou ja, die kunnen wel iets toedekken gewoon weg. Ja, maar we zijn hier eigenlijk nu dezelfde fout aan het maken. Ja. We zijn hier aan het suggereren, we zijn hier zelf theorieën aan het bedenken. U vraagt wat denkt u daarvan? Drugs die in vlees verstopt zitten, waar dan Van den Boeijnans wel linken met dat bedrijf heeft. Er zijn wel een maar aantal... is dat nu aan ons om waar? Hier dat proces te maken? Mag ik wel opmerken? Als het over Gladio gaat en die Left Behind groepen, dat is altijd weggelachen en dat bleek waar. Niet alles is een complot, hè. Er zijn ook zaken. En als je aan die Koude Oorlog denkt, en Brussel is belangrijk, de SHAPE, de NAVO, Europa, alles zit hier, al die aanslagen. General Haig was op dat moment het hoofd van de NAVO. Dat was de eerste grote aanslag, 1979. Als je die lode jaren echt bekijkt, er zijn onopgehelderde aanslagen tegen synagogen, tegen vrijmetselaarstempels. Er is ongelooflijk die reeks als je dat eens bekijkt. Maar de vraag is misschien ook die jaren, toch? Is het voldoende onderzocht? Wel, als je 3 miljoen processen verbaal hebt, denk niet dat je kan zeggen dat ze dan stilgezeten hebben. Mm-hmm. Hebben ze in de goede richtingen, hebben ze de goede hypotheses duidelijk gemaakt. Duidelijk niet, anders wisten we het. Maar tenslotte, zo'n onderzoek moet gebaseerd zijn op feiten. Ik geef u een voorbeeld. Iedereen gaat er nu vanuit, de reus is ontmaskerd. Mm. Wel, ik twijfel eraan. Mm. Het is een man die dus 30 jaar aan het zuipen was. 1, 2, 3 flessen vodka per dag. 1,92 meter groot en hij woog nog 42 kilo. Dan vraag ik me af, wat is er in zo'n man zijn hoofd allemaal gebeurd? Plus het heeft dat feit... niet... Ik weet niet wat. Het enige feit dat hij het is de bekentenis van zijn broer. De getuigenis van zijn broer. Ja, oké. Okay, maar dat is het verhaal van de man die maar 42 kilo meer woog en 30 jaar zoop. Hè. En als dan vandaag de minister van Justitie, minister van Justitie zegt... er is geen enkel materieel feit dat matchte met hem... dan denk ik, hebben we hem wel. Ja, maar, een doorbraak, ik heb dat woord nog nooit gebruikt. Dat is natuurlijk de kip of het ei. Nog eens, wij moeten het onderzoek niet voeren, maar ik durf toch te hopen dat we nu op een cruciaal punt zitten. Misschien heeft men dat in het verleden u, al heel vaak gedacht. En moeten we het toch onderzoeken. Ook al matchte het niet, of zo gezegd niet, of deed men het niet matchen. Dus inderdaad, dan is de vraag, wat gaat men nu doen om dat onderzoek weer leven in te pompen? Dat en dan hoop ik, want ik had... eerlijk gezegd wel gehoopt dat de minister van Justitie vandaag al met een concreet voorstel, met een concrete maatregel ging komen. Dat heeft hij niet gedaan. Hij heeft eigenlijk een verslag gemaakt of een historisch overzicht gegeven van wat er gebeurd is, specifiek dan wat, over... Zegt u eens wat u vindt dat erin moet staan? Wat moet er nu gebeuren? Wat er nu moet gebeuren is zeker geen derde parlementaire onderzoekscommissie. Ik wil het niet, want dan dreigt het... Dat er zijn verschillende opties, hè? Profileren. Dus los daarvan, dat kunnen we later nog doen. De optie die wij nu voorstaan is, trek dat naar het federaal parket. Want trek het ook niet
per se weg van bij die onderzoeksrechters die er nu bij zitten, want dan verlies je weer tijd, dan maak je weer kosten, dan zijn er weer mensen die zich van nul moeten ingraven. Maar dat is wel wat de burgemeester in Aalst suggereert, om het terug naar Vlaanderen te halen, ja, maar wel, dat is voor u niet de beste optie. Maar dat is wel, idealiter was dat nooit weggehaald uit Vlaanderen. Dat is wat Christophe ook zegt. Christophe Daze, de burgemeester. Mijn burgemeester, collega, parlement zit ook. Dus wij zitten daar op dezelfde lijn. Idealiter was het beter nooit verhuisd. Nee, dat begrijp want dat kost. Ik. Maar, wat maar nu? Breng het nu naar het federaal parket. En als u mij dat even laat uitleggen. Het federaal parket heeft geen eigen onderzoeksrechters. Maar doet dus beroep op de lokale onderzoeksrechters. De bestaande. In de beste situatie zijn dat dan de bestaande onderzoeksrechters, aangevuld met een extra team onderzoeksrechters uit Vlaanderen. En dan zit je bij dat federaal parket. Destijds dus, heb ik begrepen, een van de aanbevelingen uit de onderzoekscommissie, de tweede onderzoekscommissie naar de Bende van Nijvel. Dus mensen die destijds vanuit Dendermonde op het dossier zaten. Of die anderen. Meneer Vos heeft dus gewerkt in Charleroi. Hij was de leider van het onderzoek. Er zijn nu nog 5 mensen, 2 Vlamingen, 3 Franstaligen. Laten we er dat team, alsjeblieft geen communautaire zaak van maken. Het is al ingewikkeld. Ik ben de eerste om heel vaak de communautaire kaart te trekken. Maar laat het duidelijk wezen, hier wil ik dat absoluut niet doen. Hè. Absoluut niet. Hè. Ik wil dat verwijt niet horen. Omdat meneer Daze van uw partij zei, het moet naar Vlaanderen terug. Dan. Maar ik denk ook niet dat hij daar de bedoeling had van daar direct de communautaire kaart te trekken. En ik wil dat absoluut ook niet. Laat dat duidelijk zijn. De waarheid moet aan het licht komen. Hier spelen geen communautaire belangen. Er waren Vlaamse en Waalse. Begrijp ik. Gisteren heeft een advocaat van 5 families van slachtoffers gezegd, we laten het ons misschien afsluiten. De slachtoffers willen in eerste plaats duidelijkheid, de waarheid, die straffen, dat interesseert die mensen op dit moment. Je kunt het nooit maken in een rechtsstaat dat je zegt, we weten ergens, we hebben niks. Nee, maar hij zegt, je krijgt niemand meer voor de rechtbank. Dat kan je niet maken. Hij zegt, je krijgt niemand meer voor de rechtbank, zegt hij. Ik begrijp. Er zijn eigenlijk stel je 2 vragen. Er zijn altijd stemmen opgegaan, laat de zaak verjaren en dan zal de waarheid aan het licht komen. Dat vind ik inderdaad, dat kan je niet maken in een rechtsstaat. We hebben nu gelukkig de zaak nog met de verjaring nog met 10 jaar kunnen uitstellen. We hebben nog 8 jaar alles op alles zetten nu. De minister van Justitie moet dat signaal geven, moet die mensen en die middelen inzetten. Daarnaast leeft nu de discussie over de spijt op tante. In bepaalde landen, in Italië, kent men dat. Hè. Als men op zoek gaat naar of maffiadossiers willen ontrafelen. Pentiti. Dan kent men dat systeem. Maar dat wil ik ook heel hard nuanceren en zeker niet veralgemenen. In dit specifiek dossier van de Bende van Nijvel zou dat misschien wel een oplossing zijn, maar ik ben daar zeer voorzichtig. Maar omdat we veralgemenen, een speciale regeling in dit dossier. Ik hou mijn hart vast met spijt. Veralgemenen wil ik niet doen. Het woord manipulatie is gevallen. Je weet ook, in Italië heeft men resultaten geboekt met die techniek. Maar men is ook om de tuin geleid door gangsters die uitgestuurd werden om pentiti. Ja. Wat is het fout van Petit? Te worden en naar een heel verhaal te komen doen om het onderzoek precies op een dwaalspoor te leiden. Dus en als je dan zegt, er wordt hier gemanipuleerd of er is een poging gedaan tot manipulatie, als de Bende van Nijvel nog een soort structuur heeft en ze sturen zo'n paar mannetjes uit om het helemaal in de soep te laten draaien, dan hou ik eerlijk gezegd mijn hart vast. Ik nuanceer ook als de waarheid nu maar snel aan het licht komt. Dat is een duidelijke boodschap. Wij gaan voort, want er zit iemand aan tafel die naar de oorlog moet. Morgen trekt Tom Lanois hier aan tafel opnieuw ten oorlog.